Dat is het hele, het hele ideaal van de podcast, is, of de ideale situatie van de podcast, is dat je zo langdurig door mag praten. Dat is eigenlijk je eigen omroep. Ja, dat is, eigenlijk, dat is helemaal de kern van het podcast systeem. Is dat je dus loskomt van de georganiseerde omroepen in welke vorm dan ook. En dat iedereen zelf kan bepalen naar welke omroep die die wil luisteren. Ja. Want je weet, er zijn honderden van die dingen. Hè? Weet je wat de, de eerste reden die vaak genoemd wordt is voor podcast luisteren? Ik heb geen idee dat ze, zijn, ja, dat ze in slaap graag willen komen. <laughs> dat is bij ons zo. De educatie wordt als eerste reden genoemd. Oh. Nog voor vermaak, en, en misdaad en noem het maar op mensen die iets leren. Ja, dat, dat, ik, ik vind dat zeer toejuichendswaardig, dat spreekt voor zich. Maar ik moet zeggen, als je dan naar de top van die podcastlijsten kijkt, is waar gebeurde misdaad wel een heel prominent onderwerp. Dat vinden we ja. spannend. Naar Duitsland overgewaaid was dat ook heel populair. Of is dat heel populair? Ja. Ja, dat is natuurlijk een van de wonderlijkste aspecten eigenlijk van zeg maar, de dominante burgerlijke cultuur. Dat wij zo enorm geïnteresseerd zijn in niet-burgerlijke dingen, namelijk criminaliteit. He, dat, dat, dat fascineert ons in hoge mate. Prostitutie. Nou, he, dat, ja. Vaak zie je ook op het internet dat, dat trekkertjes vanuit dat soort van belangstelling eh, neergezet worden. Dat ja, klopt, alle dingetjes waar we zelf niet vaak mee te maken hebben, vinden we leuk. Ja, om precies, naar te kijken, het, zijn uit, het zijn juist uitzonderlijke, niet-burgerlijke situaties die ons in hoge mate fascineren. Ja. Heb je op de BBB-aflevering ook veel reacties gehad? Um, nou, dat viel wel mee. Kijk, de tegenwoordig zijn het de standaard Twitter-reacties: uh, uh, ja, dat je een, een, vanuit, vanuit de deughoek uh, opereert en met dat soort van kletskoek. En dat je niet tegen je verlies kon, zeiden ze ook. Ja, dat heb, dat, heb ik, dat heb ik dan weer gemist. Het kan mij helemaal niks schelen. Kijk, ik geloof niet dat het goed is voor de Nederlandse democratie, dat is nou heel wat anders. Maar ik heb niet in de hand wat de kiezers besluiten. En ik heb vaak genoeg heb ik het over de democratie gehad. Uh, de democratie, denk ik ook in, in, de, in de best draaiende democratieën ter wereld, dat zijn de kleine West-Europese landen. Die, die maakt wel moeilijke jaren door. En dat heeft toch te maken met de opkomst van het populisme. En dat ligt vooral aan het feit dat het populisme voor een groot deel bestaat, althans, naar mijn idee, uit. Uit sentiment. Begrijpelijk sentiment, maar sentiment. En dat het zelden of nooit gekoppeld is aan concreet beleid. Wat gaan we nou eigenlijk precies doen ja. om de problemen op te lossen die aan de wortel liggen van het populisme? Maar heb je niet gelezen dat mensen je negatief vonden over BBB? Ja, dat heb ik natuurlijk wel gelezen. Maar eh, ik begreep ook uit de krant: er stond een leuk stukje in. Ik geloof van de, de ombudsman van de krant. dat ook de NAC enorm veel problemen had gehad. met van. het zijn oudere kiezers die laag opgeleid zijn. Schandelijk, arrogante praatjes uit de randstad. Het zijn allemaal piepjonge, extreem dynamische. mensen met de allerhoogst denkbare opleidingen. Nee, natuurlijk. Maar mensen halen twee dingen door elkaar: namelijk doodnormale electorale analyse. Uh, zowel leeftijd als opleidingsniveau spelen in de electorale analyse nu eenmaal een heel belangrijke rol, omdat je daar heel veel uit op kunt maken. Uh, het is niet zo dat alleen in Nederland wat oudere, lager opgeleide mensen populistisch stemmen. Dat zie je overal. Of je nou naar Frankrijk kijkt of naar de Verenigde Staten, dat zie je overal. In, daarin is niet impliciet het waardeoordeel oh, laagopgeleide mensen te storm om voor de Duvel te handen. Nee, want als ze goed geluisterd hebben, heb ik dat nooit gezegd. Integendeel, er is niet eens een directe relatie tussen ...laagopgeleid opgeleid en dom en hoogopgeleid en slim. Ik ken massas mensen, hoogopgeleide mensen, ik ken eigenlijk alleen maar hoogopgeleide mensen, denk ik, die ik goed ken. Die zijn lang niet allemaal even snug, En omgekeerd heb je laag opgeleide mensen. Die, die heel intelligent kunnen zijn. maar bijvoorbeeld door sociale omstandigheden. zeker als ze wat ouder zijn, komen ze toch weer uit een andere wereld. van de jaren 40 en 50. Zijn ze niet opgeleid, of althans laag opgeleid. Maar nogmaals, niemand zegt dat laag of hoog opgeleid. noodzakelijkerwijs gecorreleerd is aan. dom of slim. Daar ging het ook helemaal niet om. Het is een heel andere categorie, lager opgeleid en oudere personen. Ja, het is, het is nu eenmaal zo dat overal de populistische stem in hoge mate bepaald wordt door oudere mensen die laag zijn opgeleid. Als je nou naar Trump-stemmers kijkt, of dat je in dit geval dus naar, naar de bekende ste ontevreden stemmers in Nederland kijkt. Ja, dat is zo. Maar daarvoor heb ik niets. Ik heb helemaal niet gezegd: ja. Yeah. Je kunt het wel zien, allemaal zo stom. de stom om voor de duivel te dansen daar. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Zo wordt het wel ik opgevat. Uit, ja, zo wordt het opgevat. Maar daar snijden we een heel ander probleem aan. Namelijk, en dat is natuurlijk bij Twitter vrij uitgesproken het geval. De slechts denkbare interpretatie wordt altijd verzonnen. En daarvan wordt altijd aangenomen dat dat de juiste interpretatie is. Ik moet je zeggen. Als je wel eens naar Twitter kijkt, dan, dan moet je toch verzuchten. Lees nou eens iets goeds. Lees het goed. Luister goed. Het is vaak van een, van een kinderachtig soort van automatische reactie... dat het niet deugt, dat het allemaal leugenpraat is. We hebben ook een brief gekregen, Dat die rotvergeten elite in de Randstad is die het zo moeilijk maakt. Kom op. Het probleem is juist met veel van die ontevredenheid... Veel ontevredenheid is heel concreet. En die hebben we trouwens uitgebreid behandeld. Je kunt moeilijk zeggen dat de kinderen in de afgelopen maanden... Niet waar het niet gehad hebben over ontevredenheid... over het functioneren van de Nederlandse overheid. Maar een deel van die ontevredenheid is diffuus. Het is dat diffuse gevoel wat je ook altijd... als je, als je in, laat zeggen, in de perifere gebieden van Nederland optreedt... dan tref je dat altijd. Je kunt er ook heel makkelijk op spelen. Je kunt ze ook wel een beetje plagen natuurlijk... Dat, van, dat er een soort wonderlijk minderwaardigheidscomplex leeft ten opzichte van de Randstad. Wat soms best lacherig behandeld kan worden. Maar wat soms ook tot een soort, tot een soort enorme woede leidt. Van schandelijk, zoals wij, zoals wij behandelen. Terwijl ik zou zeggen, maar ik geef toe dat is puur persoonlijke subjectieve waarneming... Een van de meest wonderlijke aspecten van Nederland vind ik ook in die gebieden waar het economisch bepaald niet dynamisch toegaat, ziet Nederland er heel welvarend uit. Als je in Amerika komt, in gebieden waar het bepaald niet dynamisch toegaat, en die zijn er heel wat in Amerika, ziet het er altijd ontzettend aanmoedig en verwaarloosd uit. Maar dat is in Nederland eigenlijk helemaal niet het geval. Als me nou iets opvalt in de periferie. Is dat daar in Nederland ook keurig, goed geschilderd? Helemaal... Maar wat wil je daarmee zeggen? Want de onvrede neem je daar niet mee weg? Nee, zeker niet. En, en, maar die onvrede is dus toch wel enigszins diffuus. Kijk, de onvrede over de opgeheven bushaltes, de ziekenhuizen die slecht bereikbaar zijn, dat zijn allemaal dingen die ik goed kan begrijpen waar we het ook over gehad hebben. Is Nederland de afgelopen kwart eeuw slordig bestuurd? Ja, ontzettend slordig bestuurd. In allerlei denkbare opzichten. Maar er is meer dan dat. Het is ook een soort diffuus gevoel. Maar wat is diffuus? Dat, het niet duidelijk, dat er geen duidelijk focus is. Er zitten geen scherpe lijnen in. Het is een gevoel. We voelen ons niet happy. Gelukkig. Dat, dat is het eigenlijk. En, en het, het, ik, ik vind het vaak heel erg vaag. He. Nogmaals, die, die concrete ontevredenheid, daar heb ik alle begrip voor. Dat is uh, de, zeker aan onze overheid. Kom, op algemenere thema's had het kabinet uh, Rutte 3 moeten blijven zitten. Nee, natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Dat is een hele droevige zaak dat die man niet inziet dat het klaar is. Ik hoop dat, we, dat het nu geleidelijk aan stap voor stap wel wat duidelijker wordt. Dat is allemaal heel goed begrijpelijk. Maar er is meer dan dat. Het is ook, er is ook een vaag gevoel van. Wij horen er niet bij, zeker. Hè? Ja, eh, ik moet altijd denken aan, aan die businessclub in Uden die mij uitnodigde. Eh, ik zei, waar moet ik het over hebben? Ja, zei ze, eh, hoe kunnen wij Randstad worden? Ja, in Ude kun je heel moeilijk Randstad worden. Dan moet je naar Randstad verhuizen. Dat je trouwens tegenwoordig niet meevallen gezien het huizentekort. Ander probleem natuurlijk ook, gevolg van ongelukkig beleid in allerlei opzichten. Wat overigens al decennia oud is in allerlei opzichten. Uh, nee. Maar waarom wilde u de Randstad worden? God mag het weten. Hier is ook niet alles gebeurd. Vanwege dat, dat gevoel van dat, dat daar geweldige dingen gebeuren, denk ik althans. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb ook vaak genoeg bij die lezing uitgelegd dat de periferie van Nederland grote voordelen heeft. Je kunt zo maar te parkeren. Eh? Tot voor kort waren de huizenprijzen natuurlijk ook nog wel te behappen. Terwijl dat in de Randstad al lang niet meer het geval was. Dus dat, het is een lastige zaak. Maar terugkerend naar eh, die kwalificaties over die, eh, over die mensen die op de BBB hadden gestemd. Ja, dat, dat is, nogmaals, dat is helemaal met een laag opgeleid. Dat betekent, is niet een soort geheim woord voor Domreken. de storm. Om voor de duivel te dansen allemaal. Eh, zeg maar rustig, dames en heren, na Amersfoort houdt het gewoon op. Dan beginnen de kaninevaten, en dan is het wel klaar. Nee, nee natuurlijk. Wat ook de krant begreep: ik had woedende brieven ontvangen. van ja, dat is schandelijk. Maar uit statistiek, uit, uit onderzoek blijkt dat het oudere mensen zijn die laag op zijn geleid. Ja, Klimaat, dat is overal zo. Ja, Er was ook één elementje dan dat je zegt: ja, je laag opgeleid, dat moet je niet meer gebruiken. Praktisch opgeleid is dat. Ja, goed, dat is de bekende symboolpraat. He, dat al die woorden die we dus niet meer mogen gebruiken. En dan onttreit tenslotte weer sletage op. Want als je dan zegt, praktisch opgeleid. Oh. Zeker te stom, kon alleen maar hameren en spijkeren en zo dat werk. Nee, dat is een beetje, ja, dat, dat is ook een vorm van taalverloedering naar mijn idee. Ze zijn gewoon lager opgeleid, ja. Betekent dat dat ze stom zijn? Nee, dat betekent het helemaal niet. Heb ik ook totaal niet gezegd. Nee, dat was wat mensen Luistert zeggen. u nu eens gewoon, normaal, goed luisteren? Ik geef het toe, het is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Het geldt ook voor lezen. Lees nauwkeurig wat er staat. Hmm. En, en do, hou op met Hinein interpreteren, nietwaar? Vanuit uw vaak nogal boze, verontwaardigde wereldbeeld. Maar er kwam natuurlijk nog bij dat dit werd uitgesproken door iemand met een politieke kleur. Moet ik het openmaken, blikken? Ja, Als je wil. Je hebt natuurlijk een, een PvdA D66 kleur en dat haalden mensen er ook bij. Jo, ook dat is wat. He. Het is zo'n vuile D66 stemmen. Ik heb honderd keer uitgelegd hier zittende dat ik uit strategische overwegingen de vorige keer bij de Tweede Kamerverkiezingen D66 heb gestemd. Ik heb al meerdere malen uitgelegd dat ik tegenwoordig een zwevende kiezer ben... en het enigszins afhankelijk laat zijn van de omstandigheden. Hou dan op met dit soort van kletspraat, hè? Zeker een kaagvriend, hè. Zeker een kaagvriend. De schoft. Hij weet het wel... Hij heeft zijn eigen zuster vermoord met die vaccinaties. Ja, dat las ik ook. Dat je echt denkt, ik bedoel, hoe, hoe ver kan de, ma de waanzin klotsen op Twitter? Ik hoop echt dat Elon Musk Twitter naar de bliksem helpt. We ja, hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, hey Caroline, gefeliciteerd, goede uitslag, knap gedaan, dat is ook democratie. Daar hebben, hebben we het ook over gehad. Jij vroeg nog wat heeft ze goed gedaan. Heb ik heb haar fijn uitgelegd wat ze goed gedaan had. Maar dat horen mensen niet. Ja, want ze hebben een soort systeem waarbij zodra er iets is wat, wat, waar ze het eventueel mee eens kunnen zijn, hebben ze stopverf in hun oren. En zodra er iets is waarbij, waarbij ze het zeker dat niet mee eens zijn, springt de stopverf uit de oren en hebben ze het allemaal verkeerd. Hebben ze geluisterd, maar het, altijd de slechtst denkbare interpretatie eraan gehecht. Hmm. Ben ik gelukkig met de winst van de BBB-beweging? Nee. Ik wil nog eerst namelijk wel eens zien wat het oplevert. En onze ervaring sinds 2002 is niet buitengewoon gunstig met populistische erupties. Laten we wel wezen. Dit is overigens een hele interessante populistische eruptie. Die aan een heel concreet punt gekoppeld is. Dat is ook wat we als waarderende woorden hebben gesproken over Caroline van der Plas. Niet waar, ik mocht ook niet meer zeggen: de BBB-mevrouw. Schande. Schande. Hooghartige klootzak. He? Dat je ook denkt, hoezo? Dat is het niet zo hard als mij bedoeld. Iemand zei, je zegt ook niet de VVD-meneer. Nou, dat wil ik best zeggen. Zullen we dat voortaan doen, de VVD-meneer? <laughs> ik ben heel wat kritischer geweest op Rutte dan op Caroline van der Plas. Laten we wel wezen. Waar had ik het over? He. De interessante eruptie, de ja, populistische eruptie. Het is gekopt. Dat is wat haar, haar talent is geweest, als je dat dan zo noemen wil. Of het haar geluk is geweest, want omstandigheden moeten natuurlijk meezitten. Dat het bij haar gekoppeld is aan een hele concrete zaak, namelijk de stikstofzaak. Dat is haar sterkste punt. Dan hebben we iets concreets. En het is haar zwakste punt, want uiteindelijk zal het stikstofprobleem moeten worden opgelost. Op een of andere manier. Er was ook een meneer die een brief die je mij toestuurde, die, die van Rossum die weet van niks, die moet eens kijken naar die, naar die meneer De Vries in Wageningen. Dat heb ik gedaan. Wie is meneer de Vries en wagen? Ja, dat is een hoogleraar in de stikstofproblematiek als ik het allemaal goed begreep heb. Dus ik heb daarna gekeken. Waarom die briefschrijver mij daarop attendeert, dat begrijp ik niet goed. Want meneer de Vries is nogal alarmistisch in allerlei opzichten. Dus dat die, die, ook die kritische depositieregels, die mogen absoluut niet van tafel af. In Brabant zijn dramatische gebieden waar onmiddellijk iets aan gedaan moet worden. Dat je denkt. Zou die briefschrijver eigenlijk goed gelezen hebben wat zijn helpt, meneer De Vries gezegd heeft? Meneer De Vries heeft wel gezegd dat het de deadline er niet veel toe doet. 2030, 2035, 2033, dat maakt. Over de deadline heb ik niets gezegd. Ik heb alleen maar. Denk ik dat het veel uitmaakt of het het ene jaar of het andere jaar is? Nee, dat denk ik niet. Wat hebben we gezegd over de waarschijnlijke gevolgen van deze electorale eruptie? Namelijk dat de schroefjes aan het stikstofprobleem ongetwijfeld zodanig gedraaid worden. dat er op een reeks van terreinen concessies kunnen worden gedaan. aan dit nieuwe electorale verschijnsel. Dat betekent helemaal niet dat we nu zeggen. ah, die stikstof. dat is eigenlijk een overdreven onzin allemaal. Dat zegt nee. de BBB ook niet, hè? Nee, 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 nou, goed zo. Dat is ook, hier geldt ook nu, als de BBB-beweging, niet waar, een, een factor van belang wil blijven in de Nederlandse politiek en niet op dezelfde wijze wil verrafelen, aftakelen en, en laten we zeggen, het struikgewas wil verdwijnen zoals eh, de vorige electorale erupties. Want laten we wel wezen, eh, ja, Geert is een blijvertje gebleken, maar wat hebben we aan Geert? Niks. Hij moet toch zelf ook s'nachts wanhopig wakker worden en denken: Hoe lang moet ik dit nog doen, dit klote werk? Ja, mijn invloed is nul. Ja, hij heeft een electorat waar hij redelijk op kan rekenen, hoewel hij ook fors verloren had aan de BBB-beweging. Maar eh, als zij een blijvertje willen zijn, dan is dat als je het politieke systeem in wil groeien, zul je bereid moeten zijn om compromissen te sluiten. De hele Nederlandse politiek is in essentie een systeem waarbij mensen die het niet met elkaar eens zijn compromissen sluiten. om tenslotte toch tot enig, serieus en nuttig beleid te kunnen komen. Dat dat beleid in de werkelijkheid de afgelopen twintig jaar vaak niet erg nuttig is geweest, daarover hebben we het uitgebreid gehad. Een mooi voorbeeld is nu Brabant, waar ze aan het onderhandelen zijn. waar de VVD graag wil dat die vloeren in die stallen dat die dicht worden, zodat die gasten niet kunnen ontsnappen. En de BBB zegt, nou dat moeten we niet meteen doen. Laat die, die vloer lekker liggen. Maar nou, ik begrijp sowieso dat de meeste van die maatregelen, hè, ook dat wassen en zo, dat dat eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel oplevert. Hmm. Maar daar, maar daar ik zie je. Heb, daar, ik heb daar geen verstand van. Maar hier zie je dus dat er een compromis gesloten moet worden. Want BBB is ook in Brabant de grootste. VVD daarna is wel nodig voor de meerderheid. Maar moeten ze het wel eens worden? Ja, zo is het. Nou goed, ze kunnen ook helemaal en Ik wil... over... neem aan dat de VVD in Brabant niet alles weg wil geven.